De tapo te mans worden uitgevoerd in verschillende mogelijkheden. De pronerende waaierslag. Daarbij komen de vingertoppen op de huid. Altijd met ontspannen polsen. En de druk is niet die richting op, maar los eigenlijk de andere kant op. De supinerende waaierslag gebeurt met de nagelzijde. Dus in deze richting. De batre à l'air comprimé. Daarmee wordt geslagen met zo'n dakje. Met een luchtfiguur krijg je als het ware, waardoor het wat hol klinkt. De half gesloten vuist, daarbij is de hand op deze manier gebruikt. En dan kan die supinerend uitgevoerd worden, dus deze beweging wordt dan gemaakt. Kan ook gewone half gesloten vuist, dan wordt de vuist zo gehouden. En gesloten vuist is wat harder, wat steviger. En dan zit de hand echt dicht. Uiteraard mogen tapotemans alleen maar daartoe gepast worden waar dikkere spiergroepen aanwezig zijn. Hakken met gespreide vingers. Zoiets duidelijker. En met gesloten vingers. Niet zo, maar echt zo los.